In de serie Boegbeelden volgen wij de atleten van Team Allianz op hun weg naar de Olympische Spelen in Parijs. Zij zijn immers een voorbeeld in de watersport. Maar wie heeft hen geïnspireerd? Dit is Lilian de Geus, drievoudig wereldkampioen windsurfen. En dit is de plek waar het allemaal begon, Surfclub Almere Centraal. Dit is een belangrijke plek voor mij omdat ik hier mijn hele jeugd heb doorgebracht. Een jeugd met heel veel sporten eigenlijk. Ik sportte echt bijna elke dag en het waren ook allemaal verschillende sporten. Want naast het windsurfen was Lilian ook een getalenteerde spits op het voetbalveld. Maar hoe is die liefde voor de watersport dan ontstaan? Die liefde voor de watersport is echt ontstaan eigenlijk op vakantie in het Gardameer. Daar heb ik echt leren windsurfen van mijn broers toen ik nog een heel klein meisje was. Ik had zoveel plezier op het water, ook met mijn broers en de snelheid op het water. Al snel was Lilian helemaal in de greep van het windsurfen. In haar dromen en ook haar idolen. Samen met mijn tweelingzusje hadden we een Spaanse tweeling, de Moreno Twins. Ze hadden altijd zulke gave filmpjes, ze deden mega goede trucs op het water. Toen heb ik uiteindelijk gekozen om in windsurf verder te gaan. En toen kwam ik ook steeds verder en verder en ik werd beter. Meedoen aan de Olympische Spelen. Dit is super gaaf, ik wil uiteindelijk de beste worden in deze sport. En dat lukte. In 2018 werd ze wereldkampioen in Aarhus. Die was wel heel erg gaaf. En je merkte gewoon dat alles goed zat tijdens dat evenement. Dat was gewoon een heel gaaf gevoel om dat proces mee te maken met je coach ook. Er kwam een tweede en een derde wereldtitel. Ze werd Europees kampioen en ze bereidt zich nu voor op een derde Olympische deelname. Op een nieuwe plank, de IQ Forum. Ik vind het heel leuk. Ik vind de training nu super spectaculair en je leert elke dag weer zoveel nieuwe dingen over deze plank. Dus ja, ik ben heel veel krachttraining aan het doen. Zo ondertussen zo'n 7 kilo aangekomen. Ja, ik denk dat ik wel een koekje kan gebruiken. We zijn nu natuurlijk en route pour Paris voor de Olympische Spelen in 2024. Spreek je eigenlijk wel een beetje Frans? Oui. Ça va. Klein beetje. Je m'appelle Lilian. Très bien. Nu de ogen op jou gericht zijn, voor wie zou jij een boegbeeld willen zijn? Ik hoop een boegbeeld te zijn voor vooral jonge meisjes die ook willen windsurfen. Het is een spectaculaire sport en ja, je moet wel een beetje een stoere meid zijn om deze sport te doen. Ik denk gewoon dat je in je dromen moet blijven geloven en dat je ook in jezelf moet blijven geloven. Dat is denk ik het belangrijkste in topsport.